Ik ben Jan Meijer, ik ben bijna 7 jaar voorzitter van de biljartvereniging DOS. Een vereniging die opgericht is in 1971. En eigenlijk altijd onder auspicie van de Stichting Welzijn Ouderen. Ooit begonnen in het oude burgerweeshuis. Toen jarenlang in de Tinnen gespeeld. En de laatste paar jaar hebben we in het wijkhuis in de Zeebuurt gespeeld. Totdat vorig jaar oktober wij bijzonder onaangenaam verrast werden door het faillissement van de SWO. Waardoor wij niet meer over onze speelruimte konden beschikken. En zelfs niet meer konden beschikken over de 3 biljarts die wij ooit aan de SWO geschonken hadden. En die hebben we later zelfs weer terug moeten kopen uit het faillissement. Gelukkig kregen we van een van onze leden vorig jaar november een gouden tip dat de tafeltennisvereniging die hier gehuisvest was een onderhuurder zocht. We zijn toen gaan kijken of we inderdaad deze ruimte konden gebruiken. De ruimte was toen een stuk 25 vierkante meter, in ieder geval kleiner dan nu. De hele hoek rechts achterin is daar bijgebouwd de afgelopen zomer. Evenals de toiletgroep die we hier in de hal gerealiseerd hebben. En de doelstelling van de club is altijd geweest om een aantal middagen te verzorgen voor de wat ouderen. Onze jongste leden zijn zo rond de 65, we hebben zo'n 60 leden in totaal. En de 2 oudste worden in april en mei, en ik hoop het mee te maken, 93. Wij spelen verder, we spelen een onderlinge competitie in 3 klassen, de A, B en C groep. En dan spelen we ook nog tegen een aantal zusterverenigingen uit de omgeving. Meppel, Zwolle, Kampen, Het Harde. En morgen komt hier Ermelo op bezoek. Wij proberen ook in de toekomst, seizoen 2015-2016, mogelijk 1 of meerdere bondsteams in te schrijven. Zodat we op de middagen gewoon recreatief bezig blijven, zoals we dat al die jaren gedaan hebben. En s'avonds dan voor de iets betere biljarters onder ons toch ook de mogelijkheid creëren om te spelen. Mijn naam is Henk van Haken. Je hebt al het een en ander gehoord dat wij onze vereniging hier gezetteld hebben in ons nieuwe onderkomen. En de bedoeling is dat wij, nu we op eigen benen staan, ook graag wat nieuwe leden erbij krijgen. Daarvoor gaan we nu ook op de woensdagavond en op de donderdagavond spelen. Dus niet alleen op de middagen, maar ook op de avonden. Zodat ook mensen die overdag werken, s'avonds ook kunnen spelen. En de bedoeling is om dan ook eventueel een paar teams samen te stellen om dus bij de bond te gaan spelen. We kunnen maximaal 4 teams vormen om hier dus te oefenen en dan ook in de wedstrijden mee deel te nemen. We spelen onder andere libre, band en 3 banden. Libre, dat is de bedoeling dat dat zover mogelijk in de woensdag en de donderdag worden uitgeoefend. En daar dus de teams voor vormen voor de wedstrijden. Overdag, de donderdag, de smiddagen, dat is dus 2 keer over dus band spelen. En de rest van het jaar wordt het dus libre gespeeld in de competitie. We zitten nu op deze tafel en hier wordt dus libre gespeeld. En libre wordt gespeeld dat we zoveel mogelijk proberen om de ballen met de speelbal, eerst de ene bal en dan de andere bal te raken. Er is ook een spel en dat heet dan bandstoten. Dan moet er altijd 1 bandje bij zijn. Zoals nu, er wordt de witte bal gespeeld. Eerst tegen de rode en dan naar de gele. En dat is dus een karabol. Bal bestaat dus ook uit 3 banden. Als die 2 banden raakt, is die mis. En nu ziet hij, hij maakt er 4. Mag natuurlijk ook. En dat is een 3 banden. Hij doet het nog leuker. Hij gaat ook weer die band spelen. Ja, keurig. Nog 1. Overband. Keurig. En zo wordt het hier gespeeld, het spelletje. Dat was dus een piqué-stoot. Thank you.
Ik vind het toch leuk dat je hond van me afzet. Jij ook? Ja, ja. Heb je het vannacht nog gezien? Zondag. De buurvrouw. Die waren een glaaier. Ik piste naast de kot. Nee, fijn. Ja. 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 Ja, echt willen kijken in de krant naar de Eurosport. Ja, natuurlijk. Dat altijd op. Maar dit ook, ja? Maar ja, gisteravond ben ik weg geweest. Dat heb ik ook genomen. Ik was gewoon intro op. En toen ik thuis kwam, ja, was ik zat te praten. Hard uit. Leuk schrijven. Ik heb meer zeggen. Dan zit hij met dingen te praten. Vroeger was, als dat ze nu is. Ik ben nooit meer, ik kom nooit meer in de stad. Als je een sjaal af moet doen, dat dan beter gaat. Eén paal schrijven, van hoort helemaal. Zo. Eén. Nul. Nogal als voor even het weer. Dat is toch mooi.
hoi, hoi. Ja, zo eens kijken. Dat komt u goed. Ja. Als je naar het hoofd
Schrijven van Noord-Eemaal.